Er zijn nu ongeveer 45 lammetjes geboren. Het voorjaar komt, het mooie weer komt hopelijk. En het springen van die beestjes in de wei, als je ze dan door de wei ziet rollen, dat is schitterend. Lammetjes gaan als ze oud genoeg zijn en volgroeid zijn, dan gaan ze weg voor de slacht. Ik kan niet alle dieren houden, dan heb ik volgend jaar 100 schapen en dat jaar erop heb ik er 200, dat werkt niet. We hebben dus koeien, kalfjes, schapen met lammetjes, paarden, ponies, kippen, konijnen. Het Klingendaals rund, dat is het vlees wat we van onze eigen koeien verkopen aan de consument hier. Wij laten niet zo heel veel koeien slachten en wij merken toch wel dat de consument naar een eerlijk stukje vlees vraagt. En toen hadden wij het idee, ja, waarvoor zullen we het zelf niet gaan verkopen aan de consument? Nou, knuffelen niet, wel kijken. Toevallig soms als er een lammetje de fles moet hebben en mijn vrouw is er en dat moet gebeuren, kunnen kinderen dat af en toe doen. Maar het meeste doen we allemaal zelf.